Het album zijn volgens mij even aan mijn hoofd 21 nummers. Ja, ja 17 nummers die bij het album Maskerade horen. En de rest is gewoon eigenlijk wat het album eigenlijk net buiten het plaatje valt. Maar waar ik wel zoiets had van, ah, hier moet ik iets mee. Het moet erop staan, ook al valt het buiten het plaatje. Welke dingen zijn dat bijvoorbeeld? Ik heb een track met mijn vader. En die track zijn we de sporen kwijtgeraakt. Maar alleen het feit dat mijn broertje de beat had gemaakt en mijn vader op het refreintje staat, is al een verhaal op zich. En dat kan je niet nog een keer nabootsen of doen. Dus ik had zoiets van, ja, dan moet het maar op dit kwaliteit, op deze manier, de rauw opstaan en dan maar bij de bonus tracks. Wanneer hebben jullie besloten de docu, Fresco 2.0, wanneer is dat? Is dat een beetje tussen de maak van het album doorgegaan of heb je dat helemaal los gedaan? Nou, helemaal los, ja. Ja, ja want je hebt natuurlijk het album eerst gehoord, het tweede album eerst gehoord voordat je de docu zag. Omdat hij eerst naar pers ging. Mm-hmm. Maar voor de luisteraars, die hebben eerst de docu gezien. Die gaan eerst de docu kijken. En ik vind het ook belangrijk dat je tweede album niet vergeleken wordt met het eerste. Weet je wel? Was dit een soort afleidingmanoeuvre? Ja. Ik wilde gewoon een schone lei. Dat ik mag doen wat ik wil doen, zonder dat mensen zeggen van ja, maar dit wijkt te veel af of dit lijkt te veel op. Nee. En ik had gewoon zoiets van nee, ik wil gewoon weer dat carte blanche wat ik had toen ik mijn eerste album dropte, nee, wil ik ook bij mijn tweede album volhouden. En zo'n nepdocu mag je één keer doen en daarna doorzien ze het ook meteen. Dus ik denk van ja, ik ga het nu doen, anders dus... Maar waren er mensen die misschien, want er werd op internet hier en daar wel een beetje gespeculeerd over wat echt en niet echt was. En waren er dingen waarvan je dacht dat mensen, nou, dat is dan, die je verraste eigenlijk dat mensen dingen erover zeiden? Ja, ik ben echt huilend aan het lachen geweest gewoon. Echt met tranen in mijn ogen heb ik me stuk gelachen om reacties, dat ik niet meer bij kwam gewoon, dat die man dingen voor aan het lezen was. Omdat ik zei nee, echt gewoon de reacties echt waar je denkt van wauw. Die ik nog niet eens wil nazeggen, omdat er, weet je wel, omdat het gewoon van, ik weet niet, ja. Ja, hele heftige, boze reacties naar mij toe, weet je wel. En dan denk ik van, ja, dat is toch vet. Ik vind het heerlijk om... Het is ook verleidelijk. Je weet dat je gewoon door een knop te drukken, dat je gewoon iets los kan mensen... Als ik nu tegen jou zeg, hè, die mevrouw daar... Als je hier aan dit takje zit, dan wordt zij helemaal verward en dan weet ze niet meer waar ze is. Dan kan jij het niet laten om aan dat takje te zitten. Dan moet je dat doen, weet je wel. Ik kon het gewoon niet laten, man. Ik moest een beetje verwarring zaaien. En, is het voor je gevoel gelukt? Uiteindelijk het doel dat je ermee had, was het, dat is gelukt voor je. Ja, zeker. Ja, we zullen zien of het doel helemaal gelukt is wanneer het album af is. En als ze het vergelijken met de docu in plaats van met het eerste album, of wanneer het album buiten is bedoel ik. Mm-hmm. En als ze het dan vergelijken met de docu, dan is het gelukt. Als ze het dan nog vergelijken met het eerste album, jammer. Dan moest je misschien nog radicalere maatregelen doen. Ja, maar ja, dan is het nog steeds gewoon een hele leuke docu geweest met hele leuke vermakelijke reacties van mij. Dus hoe dan ook is... Mijn doel wel geslaagd. Welke scène, als je één mag noemen, vind je zelf ben je het meest trots op uit de film? Wat bedoel je? Nou, welk deel uit de docu vind je voor jezelf voor mij geslaagd? Mijn hart kotst. Van Ali? Dat Ali B zei, mijn hart kotst. Was dat spontaan van Ali? Ja. En dat vond ik heel, heel diep. Toen had ik wel zoiets van wauw. En hij houdt het gewoon... als ik dat soort dingen zeg, dan schiet ik in de lach. Maar hij zei het zo serieus, echt, chapeau, echt, die jongen die... Dat de beats eigenlijk geniaal waren die daar... ja, ik vond alles, ik vind Theo Maassen ook vet, ik vind Theo Maassen weer echt... Maar Theo Maassen heeft... Omdat hij cabaretier is, heeft hij misschien zijn schijn een beetje tegen. Bij Ali zullen mensen misschien eerder associëren met... Ja, en mensen hebben altijd een beeld van Ali, dat hij de vrolijke, weet je wel, de lieve, en daar was Ali ook heel duister en
echt teleurgesteld, waardoor je als... Ik kan me voorstellen dat je als een soort van Frisco-fan, dat je ook zoiets hebt van, ik voel me net als Ali, weet je dat? Nu dat ik deze docu kijk en... Dus. Zal Ali veel fans bij krijgen dan misschien? Ja, misschien wel, ja. Ja, wat hoop je met dit album, zeg maar... Je wilde zeker niet dat het vergeleken wordt met je vorige album, maar wat hoop je met dit album weer opnieuw neerzetten? Ik vind het ook belangrijk dat... dat je tweede album niet vergeleken wordt met het eerste, weet je wel. Was dit een soort afleidingmanoeuvre? Ja. Ik wilde gewoon een schone lei. Ik wil gewoon dat, dat ik mag doen wat ik wil doen, zonder dat mensen zeggen van ja, maar dit wijkt te veel af, of dit lijkt te veel op. Mm. En ik had gewoon zoiets van nee. Ik wil gewoon weer dat carte blanche wat ik had toen ik mijn eerste album dropte, wil ik ook bij mijn tweede album volhouden. En zo'n nepdoku mag je één keer doen en daarna doorzien ze het ook meteen. Dus ik denk van ja, ik ga het nu doen, anders dus. Hoop je eigenlijk met het album misschien een beetje de stereotypes waar we helemaal in het begin van het interview over hadden, dat die een beetje van je af te kunnen schudden? De stempels die mensen op je willen plakken? Ik denk... dat zolang mensen iets willen beschrijven, dat mensen per ongeluk in een hokje gaan duwen. En ik moet dat niet tegen willen houden, maar ik moet mezelf wel beschermen om daar niet in mee te gaan. Mm-hmm. Dus ja, het blijft toch wel. Laatste vraag, op de hoes zien we een soort tekening van een strak gelijfde superheld. Is dat hoe we jou ooit gaan zien? Nee. Nee, natuurlijk niet. Ik vind het... Ik word boos als mensen zeggen, Frisco, je bent een held. Nee man, Zorro is een held. Ik ben gewoon Roy. En ik... Weet je wel? En ik denk ook dat wanneer ik in de Frisco-schoenen echt ga staan en die held word, dat ik dan meteen mijn kracht verlies. Dat denk ik. En... Omdat dat ik mezelf ook moet beschermen tegen die held zijn, want ik moet gewoon genieten. En wanneer dit allemaal dadelijk voorbij is, en het gaat voorbij zijn, weet je wel, dan moet ik gewoon weer in de Albert Heijn of Riemenfabriek kunnen staan en denken, oh, wat was dat leuk. In plaats van denken, oh, ik ben een held en nu zit ik weer in een Riemenfabriek. Nee man, het gaat mijn hart breken, denk ik. Maar je bent er wel eigenlijk vrij, voor een jong artiest, toch al best wel veel mee bezig, zo voor mijn gevoel althans. Komt het hier en daar wel terug, het thema? Wat, hè? Ja, dat het die vergankelijkheid misschien van status en... Nou ja, tuurlijk, maar ik bedoel... Welke artiest van 5 jaar geleden, ze zijn er wel. Maar welke artiest van 5 jaar geleden zijn er nog? Niet veel, hoor. We zullen de lijst straks na het interview opzetten. Nou, niet veel. Ik wens jou in ieder geval heel veel succes. Dank je wel. Tot over 5 jaar dan. Ja, ik hoop het.